Oplossingen van netcongestie bij bedrijven. Dat is het centrale onderwerp van dit VEA Kenniscafé. Bij mij aan tafel, naast Harold Hofstra natuurlijk, twee gasten. Liander en de provincie. Elwin, jij zit hier als adviseur, energieadviseur. In dit geval namens de provincie. Wat doe jij als adviseur? Ja, ik ben adviseur netcongestie. En dat is voor bedrijven. In Flevoland hebben we het EVE. Die komen later vandaag. Dus die helpen echt met de achter de meter oplossingen. En ik help meer met de oplossingen. Wat zouden bedrijven kunnen doen om in het systeem die oplossingen te kunnen brengen? Ik hoop daar zo meteen ook iets over te kunnen vertellen. Ja, zo'n mooie cliffhanger alvast voor het gesprek. Ja. En naast jou, Judith Geurzen, jij bent van Liander. Klopt. Wat is jouw functie daar, voordat we daar inhoudelijk eens een beetje op ingaan van ja, wat doe jij eigenlijk daar? Ja, ik ben bij Liander relatiemanager grootzakelijk. En dat betekent dat ik met name met ondernemers in de regio Flevoland om tafel zit. En dat doe ik met name met de ondernemers die grote impact hebben op de energienet. Dus echt hele grote bedrijven? Ja. Ja. En nu zit jij dus vaak bij ondernemers aan tafel? Klopt. Breng jij altijd goed nieuws? Nee, helaas niet. Nee. Nee, en dat is best wel lastig soms. Met name als je ziet wat voor impact dat heeft op de ondernemer. Sommige ondernemers hebben investeringen gedaan waar ze nu het geld niet voor terug kunnen krijgen. Maar ook ondernemers die vanuit elders in het land komen, een mooi stukje grond in de provincie kopen om hun bedrijf uit te breiden, voor de toekomst klaar te maken voor de volgende generatie. Yeah. En die dan geconfronteerd worden met het nieuws. En dat overvalt ze. En dat is best wel lastig. Dat raakt ook. Ja. Maar ik vind wel van belang dat we dit doen. Want klanten kunnen niet kiezen voor een netbeheerder. Ze zijn aangewezen op ons. Ze moeten dit goed uitleggen. En je bedoelt met dit doen dat je dus ook dat gesprek aangaat. Ja, dat je dat gesprek... En dat nou ja, slechte nieuws brengt, maar daarin ook weer mee gaat denken met ze? Zeker. Ja, je moet duidelijk zijn, denk ik, dat transparant is heel belangrijk. En tegelijkertijd willen we altijd meedenken aan wat kan wel. Ja. En de energiewereld die verandert ook enorm snel. Dus wat vandaag niet kan, kan morgen misschien wel. Ja, precies. Ja. En we hebben het nu over netcongestie. Ja. Kun je in een notendop uitleggen voor wie het toch nog niet weet, ondanks, nou ja, je noemde het al in het gesprek net, maar ook ondanks alle nieuws daarover, wat is het? Ja, netcongestie betekent eigenlijk dat het energienetwerk gewoon overvol is. Wij vergelijken dat graag met de snelweg. Dat is een makkelijke vergelijking. In de ochtendspits staat de snelweg stil. Er zijn veel auto's, te veel auto's eigenlijk op de weg, waardoor er file ontstaat of vertragingen. Nou, in het energienetwerk werkt dat eigenlijk hetzelfde. Dus hoe meer stroom we gebruiken bijvoorbeeld in die ochtendspits, dan raakt het energienet overbelast. En in het geval van het energienetwerk kan dat ook voor storingen zorgen. Ja. En dat betekent dat je misschien wel geen stroom meer hebt? Ja, ja. Dus op het moment dat dat net overbelast raakt, dan zou het kunnen voorkomen dat er storingen ontstaan. En dat willen we natuurlijk voorkomen. En eigenlijk als net als bij de snelweg of bij het wegennet doe je dat op dezelfde manier. Hè. Je probeert het wegennet uit te breiden, dus we proberen het energienetwerk uit te breiden. Maar ook de oproep om bijvoorbeeld op andere momenten energie te gebruiken dan in die spits. Ja. Nou, daar komen we dan zo meteen nog uitgebreid op. Gaan we daar verder ook over praten. Ja. Als iemand zich nu aanmeldt hè, als nieuw bedrijf. Want je noemt al van mensen gaan dan verhuizen naar de provincie. Die zien hier allemaal kansen. Maar wat gebeurt er dan? Dus ze zeggen ik wil verduurzamen, ik wil uitbreiden. En dan? Ja, dan normaal gesproken dan vraag je een nieuwe aansluiting aan. Dat doen ondernemers nu ook. Of je vraagt om meer vermogen op je aansluiting. En op dit moment is het dus zo dat je dan op een wachtlijst komt. Hè. We kunnen dat vermogen nu niet direct geven, want het energienetwerk is overvol. En op het moment dat energienetwerk is uitgebreid en weer meer vermogen aan kan, dan zullen wij op basis van die wachtlijst, op volgorde van de wachtlijst, het vermogen weer gaan toekennen aan ondernemers. Ja. En die wachtlijst, als iemand denkt, nou, ik ga over 3 jaar verhuizen, is het dan handig om je vast voor die, net als bij een kinderopvang bij wijze van spreken, voor een wachtlijst aan te melden? Ja, zeker. Dat is
van belang voor die ondernemer, want dan heb je een positie en dan op het moment dat er vermogen vrijkomt, dan kan je het ook krijgen. Maar het is ook voor ons echt van belang, want wij, nou, zoals je nu ook merkt, hebben we veel tijd nodig om uit te breiden. Dat heeft te maken met van alles en nog wat, waaronder vergunningen, maar ook het technisch personeel, hè, wat lastig te krijgen is. Dus wij willen eigenlijk zo ver mogelijk van tevoren weten als er iets gaat gebeuren ergens, zodat we daar ook op kunnen anticiperen. Dat is echt heel belangrijk. Ja, dus er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de ondernemer zelf. Ja, het is heel fijn als ze met ons in contact komen op het moment dat ze iets willen. Ja. En maakt het dan nog uit of je klein verbruik bent of groot verbruik? Ja. Dat maakt zeker uit. Kleinverbruik aansluitingen, zoals wij dat dan noemen. Dat zijn aansluitingen die met name bedoeld zijn voor huizen, woningen, maar ook voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan kleine kantoorpanden, maar ook in de winkelstraat is een kleinverbruik aansluiting. En grootverbruik aansluitingen zijn echt voor ondernemers die wat meer stroom nodig hebben. Dus denk aan fabrieken, grotere kantoorpanden. En we hebben in Nederland afgesproken, daar zijn ook andere spelregels voor grootverbruik en kleinverbruik klanten. Ja. En op dit moment is het zo, dus als je grootverbruik aansluiting nodig hebt, of een uitsluiting hebt en je wil hem uitbreiden, dan kom je op die wachtlijst. Maar op het moment dat je een kleinverbruik aansluiting wil, dan is het vooralsnog zo dat je die gewoon aan kan vragen en dat krijg je ook. Oh, gelukkig. Ja, dat biedt wel weer perspectief. Gaan jullie het gesprek aan met iedere ondernemer dan die zo'n aanvraag doet? Want ik snap wel heel goed, hè, dat je goed zicht wil hebben van waar kan ik op reageren of waar kan ik op rekenen, om zo te zeggen. Ja. Maar goed, ja, ondernemers zijn natuurlijk ook soms opportun en denken, nou, misschien over 5 jaar kan het wel eens zijn dat ik ga uitbreiden. Dus laat ik nu maar voor de zekerheid 2 megawatt extra aanvragen. Ja. En dan komt het eigenlijk wel op jullie lijst te zijn, terwijl het misschien helemaal niet zo'n serieuze aanvraag is. Ja, zeker. Ja, ja, dus daar waar we kunnen natuurlijk niet met alle ondernemers in gesprek zijn, dat gaat niet. Maar daar waar ik in ieder geval gesprek ben met die ondernemers, is dit natuurlijk wel een gesprek wat we voeren. We willen natuurlijk niet dat Nederland vast gaat lopen en dat willen ook die ondernemers niet. Dus zeker, ja, dat gesprek voeren. Ja, bij een kleinverbruik aansluiting, want het is denk ik wel goed om te zeggen, daar is dus geen netcongestie, maar er is nog wel een punt dat je dan die aansluiting gerealiseerd moet krijgen, hè? Die verzwaring. Ja. En daar zit ook wat tijd op, toch? Ja, dus op het moment dat je iets nieuws nodig hebt, dus er moet een nieuwe aansluiting komen, dan is er ook natuurlijk altijd tijd voor nodig om dat te doen. Wat de doorlooptijden precies zijn, die weet ik niet. Dat verschilt ook per regio. Ja. Maar vraag daar vooral naar. Ja. Ja. En dan kom ik bij jou, Elwin, want jij bent dan adviseur, hè, ook over netcongestie. Ja. En nou ja, Harold die vroeg al van iemand over 5 jaar en uitbreiden. Waarvoor komen ze dan bij jou? Komen ze bij jou überhaupt met vragen van, hey, kun jij ons helpen? Nou, de concrete vraag van de individuele ondernemer voor de achter de meter oplossing zelf, hè, dus in het eigen elektriciteitssysteem, die zullen met name in Flevoland via het EEF gaan. Maar wij helpen ook wel eens een individuele ondernemer. Het is meer dat wij kijken vanuit welk systeem, hoe ziet het systeem eruit in welke, met name voor echt groot verbruik aansluitingen, zouden wij kunnen helpen met het inpassen. Zodat je misschien kunt zeggen, ja, er is weliswaar een wachtlijst, maar ja, we koppelen een windturbine aan een groot verbruiker en daarmee zou de individuele situatie kunnen worden verholpen. Dus dat is die kant. Het is wel belangrijk te noemen, in principe, netbeheerders hebben een domein en dat domein is tot aan de eigen aansluiting. Daarachter is het van jou. En dat is wat je ook bedoelt met achter de meter. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat als dat alle stroom die vanaf jouw meterkast in jouw bedrijf zit, dat jouw domein is. En daar mag je dus in principe alles mee doen. Uiteraard moet het netjes en het moet veilig, maar je mag dus achter die meter mag je een batterij plaatsen. Ja. Achter die meter mag je slimmen. Je begint al met voorbeelden te noen, maar wat kunnen ondernemers nu al doen? Nou, ik zou toch wel willen zeggen, en dat is niet belerend bedoeld, maar dat energie besparen altijd de allerbeste is. Ja. Ik heb daar wel een aantal voorbeelden van. Vroeger had je drukkerijen. En die gebruikten een daadwerkelijke pers. Nou, zo'n pers had ontzettend vermogen nodig om te kunnen draaien. Dat is de afgelopen jaren, de afgelopen 20 jaar, is dat allemaal print geworden. En print heeft eigenlijk helemaal niet zoveel vermogen nodig. Zo zie je dat in heel veel bedrijfstakken innovaties zijn. Innovaties die ervoor kunnen zorgen dat je misschien nu een oude machine hebt staan. En wel 2 nieuwe machines op. Dus dan kun je meer productie draaien op dezelfde vermogens. Dus dat is een hele belangrijke. Je hebt je energie bespaard op basis van je apparaten.
meeste ondernemers weten dit overigens wel, want je ziet ook op een gegeven moment, hey, en zoals dat ook met een oude auto is, afschrijving is eraf, onderhoud wordt duurder. Je ziet dat de energielast van het ene apparaat ten opzichte van het ander, dat daar een verschil in komt. Dus die vervangingszaken die zijn er wel. Maar nu zou je dat dus ook naar voren kunnen halen dat je zegt, nou, ik ga hem toch eerder vervangen, want dan speel ik ruimte op mijn aansluiting kwijt. Het is wel belangrijk te noemen dat onze contracten in Nederland zijn op de piekvraag uitgerold. Dat betekent het wanneer je je hoogste verbruik hebt. Ja, en dat is in sommige gevallen is dat maar één keer per dag. Of is dat één keer in de maand. Of is dat één keer per jaar zelfs. Dus het kan zijn in hele extreme gevallen dat jij 1 megawatt hebt gecontracteerd en dat je normaal gesproken 400 kilowatt gebruikt, dus een 40%. En dat je 1 of 2 keer in het jaar zo'n piek hebt, daar betaal je dus voor. Maar dat betekent dus dat jij het hele jaar betaal je altijd voor die piek. Voor die piek, ja. Want dat is wat jij van het net eigenlijk hebt gebruikt. Maar betekent dat dan ook, dan heb jij eigenlijk stroom over? Ja, is dat te makkelijk gezegd? Het is te makkelijk gezegd. Waar het namelijk in zit, als jij heel voorspelbaar, heel af en toe zo'n piek hebt, dan weet op een gegeven moment de netbeheerder ook, oh, deze partij die gebruikt feitelijk zoveel. Ja. Maar in feite is het waar dat als je zegt, nou, we zien dat daar af en toe zo'n piek is, dan zou bijvoorbeeld een batterijopslag die je daartussen zet, die piek voor jou opvangt, zou ervoor kunnen zorgen dat jij eigenlijk maar 400 of 500 kilowatt aan contract nodig hebt. En dat is natuurlijk een ontzettende optimalisatie. Ja, zeker. Ja. En wordt dan zo'n contract ook naar beneden bijgesteld? Kan dat dan? Zeker, daar kan de klant natuurlijk altijd om voor bellen om het contract naar beneden bij te stellen. Zeker, ja, dat kan. En dan gaan ze in sommige gevallen ook minder betalen. En dat kan natuurlijk ook helpen om het betaalbaar te maken, zo'n batterij. Maar ik kan me ook indenken dat mensen zeggen van nou, ik ga het contract maar niet naar beneden bijstellen, want stel je voor dat. Ja, en dan heb ik het straks niet. Als ik een individuele ondernemer help, de eerlijkheid dient dan wel gezegd te worden, dan zou ik wel ook met die ondernemer kijken, hoe ziet de komende jaren jouw profiel eruit? Ja. Als jij nu met veel dieselwagens rijdt en je gaat elektrificeren, dan zou ik je niet adviseren je vermogen terug te schroeven. Nee. Maar wel om dat vermogen slimmer in te gaan zetten. Hè, in de nacht is het over het algemeen niet zo druk op het net. Dus als je in de nacht je vrachtauto's kunt laden, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Nee, dan heb je ook een lange periode waarop je stabiel die elektriciteit kunt vragen. Ja, en ook al doe je je contract niet naar beneden bijstellen, dan nog help je het netwerk. Hè, door op het moment dat die piek is, op het moment dat het bij ons overbelasting is, dat helpt al enorm. Dan hoef je het contract niet voorbij te stellen. Nee. We zijn zelfs bereid er een beetje voor te betalen, zeker. Toch? Zeker. Ja. Maar dit zou ook wel interessant zijn als je inderdaad, want je hebt het nu met 1 bedrijf, hè, maar je kunt het natuurlijk met meerdere bedrijven op een bedrijventerrein ook hebben. En als die met elkaar allemaal op die gemiddelde van 400 zitten, maar wel 1 megawatt aangesloten hebben. En dan meldt zich een nieuw bedrijf bij jullie en ja, die krijgt dan te horen, ja, u komt op de wachtlijst te staan. Terwijl eigenlijk al die bedrijven bij elkaar hebben misschien nog wel best wel behoorlijk wat vermogen over. Ja. Die ze morgen, volgend jaar of over 5 jaar misschien niet eens hoeven gebruiken. Kan daar ook naar gekeken worden dat je iets met groepscontracten gaat doen. Daar gaan we natuurlijk straks ook nog met Horizon ook over hebben. Nou, kijk, wat wij nu zeggen, hè, we hebben in de provincie hebben we nu 2 pilots. Daar zeggen we van, daar moeten we van leren. Dat doen we samen met de netbeheerders. En als wij zien, ja, die pilots die gaan tot dit resultaat leiden, dan willen we dat, en daar zal zo dadelijk Horizon vooral ook over vertellen, dan willen we dat hard opschalen naar, ja, het moet kansrijk zijn. Maar als het kansrijk is, ja, absoluut. En ja, in theorie kan het allemaal. De techniek kan het aan. Maar het moet ingeregeld. Ja, er zit natuurlijk best wel een proces voordat je daar bent. En dat is wel wat ik soms tegen een individuele ondernemer ook wel zeg. Ja, als je heel snel een probleem wilt oplossen, kijk dan eerst in je eigen aansluiting. Ja. Want ja, je bent zelf investeringsbereid. Je hebt zelf de mogelijkheid om het te monitoren. En, nou, maar uiteindelijk is dat wel de toekomst. Ja, en om daarop verder te gaan, even kijk eerst naar je eigen aansluiting. Dit is natuurlijk al veel denkwerk verricht ook daarover. Van nou, wat voor mogelijkheden zijn daarvoor? Kun je daar, zagen we op een gegeven moment al even achter ons de denkrichtingen of individuele oplossingen achter de meter. Ja, dus eigenlijk een aantal worden er uitgelicht hier. Ja, dus energiesturing, dus wanneer heb ik eigenlijk mijn energie nodig? Dat past heel erg bij een capaciteitsbeperkend contract. Als je bijvoorbeeld weet, overdag heb ik een piek en in de nacht heb ik een stuk minder nodig of juist andersom. Dan kun je daar iets mee doen. Dat wordt ook wel peak shaving genoemd.
Dus dat die pieken naar beneden gaan. Ja, dan zou je met Liander in onderhandeling kunnen treden. Welke vergoeding hebben jullie daarvoor over? Elektriciteitsopslag zet je over het algemeen in op kort veel vermogen. Dus die piek afvangen door zelf eigenlijk het vermogen in die piek te kunnen maken. Nou, dat is vooral voor processen die grillig zijn heel erg nuttig. En je hebt conversie en dat is eigenlijk voor netcongestie op de lange termijn een van de belangrijkste zaken. We hoorden net waterstof, maar in een bedrijfsproces zou je bijvoorbeeld van elektriciteit in de zomer heel goed warmte kunnen maken. Die sla je op en heb je in de winter heb je minder nodig. Netcongestie treedt met name op in de winter. Omdat dan gewoon de kachels draaien? Simpel gezegd. Ja, er is veel meer nodig. En er wordt natuurlijk nog veel op fossiel gestookt. En dat is de bedoeling dat dat allemaal naar het elektrificeren, je noemde de term al even. Dat is natuurlijk wel het ideaalplaatje. Nou ja, wat is het, 2030, 2029, 2050? Welk jaartal hangt er een beetje aan? Ik zou zelf iets langer horizon aanhouden. Maar dat zijn wel de jaartallen die voorbij horen. Op dit moment is het aan de gang, zeker. Ja. Maar dat elektrificeren, dat is natuurlijk geen haalbare kaart, dat allemaal gaat gebeuren. En moet ik nadrukkelijk kijken ook naar andere bronnen. Hè? Waterstof is al genoemd, maar warmte, dat is zeker belangrijk. Het energienetwerk kan niet die hele energietransitie dragen. Nee. Nee. Ook een initiatief die met veel gemeentes nemen, hè? Die warmtenetten. Om te kijken waar kun je ook met geothermie, hè? Diepe warmtebronnen. Als je daarmee inderdaad een hele woonwijk kunt verwarmen. Of hoe kun je, nou ja, bijvoorbeeld op Urk zijn we bezig met al die vrieshuizen, die koelhuizen die er staan. Hoe kunnen we de restwarmte van die vries- en koelhuizen gebruiken om een deel van de nieuwe woonwijk te verwarmen? Ja. Nou, dat scheelt enorm in de elektriciteitsverbruik. Ja, ik zou toch nog één ding willen noemen, want dat is bij veel ondernemers niet echt bekend. Je hebt dus die piek, daar betaal je op. Maar je hebt de capaciteit van je aansluiting. Wat kan er daadwerkelijk door mijn aansluiting naar mij toekomen? Soms zitten ondernemers maar op 15% of 20% op jaarbasis van die capaciteit. Dus als je dat weet te verdubbelen zonder dat je extra pieken maakt, is dat heel erg nuttig. Ja. En veel mensen weten dat dus blijkbaar niet. Nee. Omdat elektriciteit is nooit iets geweest waar je naar om hoefde te kijken. Überhaupt energie niet gewoon. In Nederland. Het was er altijd wel. Ja. Je doet de kraan open en je hebt warm water bij spreken. Of je hebt water en je doet de gijzer aan of de warmwaterding. Ja, klaar. Ja. Is dat ook een rol die jullie op jullie nemen als Liander zijn om het inzicht te vergroten in het verbruik van grote verbruikers of van een grote aansluiter? Ja, zo'n grote verbruikaansluiting, die hebben vaak een eigen meetdienst. Die verzorgen eigenlijk dat inzicht. En nou, zoals Elwin al aangaf, dat is heel belangrijk. Hè? Want heel veel bedrijven weten eigenlijk niet eens dat ze zoveel ruimte nog hebben binnen het contract wat ze met ons hebben. Dus dat inzicht is denk ik, dat is echt stap 1. En het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar we zien toch echt dat bedrijven daar gewoon nog ontzettend veel winst kunnen halen. Ja. Dus dit zijn mooie eye-openers, denk ik, voor veel ondernemers. Mag jij weer meenemen als je het netwerk ingaat? Juist. Ja, ja. Hey, bij jullie zit heel veel kennis, hè? Over het onderwerp waar we het nu over hebben. Over de netcongestie, maar ook over hoe is het voor ondernemers? Waar loop je tegenaan? Maar wat willen jullie nu nog extra meegeven, behalve wat je net aanreikt? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ons bewust zijn van dit probleem. Dat we het met elkaar dragen. Het is vreselijk dat de ondernemers hier met name nu op dit moment de pijn van voelen. Maar ze kunnen ook ontzettend veel betekenen voor dit probleem. En dan denk ik echt voornamelijk naar het probeer als je de ruimte hebt, je productieproces wat te verplaatsen. Dat ze niet tijdens het ochtendspits en de avondspits plaatsvinden, maar daartussenin of misschien wel in de nacht. Dat zou ontzettend helpen zijn. Ja, en daarmee help je dus niet alleen jezelf, maar help je vooral het hele net. Ja, we moeten het met elkaar doen. We gaan dit niet alleen kunnen maken. Nee. En jij? Ik heb er op dit moment niets aan toe te voegen. Nee. Hoe kunnen mensen... Kijk, jij werkt dan voor de provincie. En je noemde al het even. Nou, Nelianne gaat zo bij ons aansluiten, ook om daar nog meer over te vertellen. Maar als iemand nou in een breder perspectief, ben jij dan ook beschikbaar om met groepen ondernemers aan tafel te zitten? Zeker, sowieso. Hè. We doen aan kennisdeling, dus alle informatie die wordt gevraagd, die zullen we gewoon delen.
En als je een initiatief hebt en je zegt van ja, zou het op deze manier kunnen dat we, wat ik net zei, een windturbine zouden kunnen aankoppelen in ons proces of op een andere manier slim nadenkend over energie. Dat zijn wel grote vraagstukken, maar dan kom ik heel graag in gesprek, want ik vind het ook heel leuk het werk wat ik doe, ondanks alle toch ook moeilijkheden die er zijn. Ja. En volgens mij staat onze subsidieregeling netcongestie nog steeds open. Hè? Dat klopt. Ondernemers ook met ideeën kunnen komen hoe ze dat kunnen oplossen. Ja. Dan kan Eve of kan Horizon ook helpen om dat plan... Ja, helemaal eens. En dat is voor individuele en collectieve van ondernemingen. Dus daar is in ieder geval een stukje... Ja, het is niet het einde van de wereld, maar er is in ieder geval een stukje hulp vanuit de provincie op mogelijk. Ja. Financiering, ja. Zoek naar de mogelijkheden. Denk verder dan je eigen meter. Hè. Kijk dus niet achter de meter, maar vooral ook wat er voor de meter zit. En denk mee met je mede-ondernemers... En zo moeten we met elkaar die netcongestie te lijf gaan. Ja. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. En we hopen dat de ondernemers daar heel veel uit meenemen. Dank je wel. Op naar einde netcongestie, zou ik zeggen.